...complottheoristen met hun aluminiumhoedjes gaan los over de verkiezingsdienst van Kamala Harris. Harris heeft de strijd gewonnen om de tweede vrouw te zijn die verslagen is door Donald Trump. En terwijl ik het geweldig vind dat Donald Trump gewonnen heeft, moet ik jullie allemaal even keihard aanpakken. Hoe durven jullie het leedvermaak van de verloren Harris en al haar bondgenoten in de corrupte elite een fijn vermaak te vinden? Tuurlijk, deze rotte wookgekken die de hele tijd met hun identiteitspolitiek bezig waren... ...en alles en iedereen racistisch of seksistisch of transfoob of homofoob of kamalafoob noemden... Verdiende het volledig om eens keihard met hun neus op de feiten of de Grand Canyon gedrukt te worden. Maar hoe durven jullie hier blij om te zijn, hierover te lachen? Zij zijn ook mensen, vermoedelijk. De nieuwsmedia en andere democraten gaan in tranen op nadat hun goddelijke woordensalade kandidaat voor incompetente, kakelende president, finaal afging tegen de fascistische, hitlereske, misdadige kandidaat voor dictator-president, Donald Trump, die de laatste verkiezingen in Amerika ooit heeft gewonnen. Wij van de Jenskas zijn naar Amerika afgereisd om erachter te komen hoe de gemiddelde Kakala stemmer heeft gereageerd op de uitslag. Als reactie op deze reactie op de verkiezingswinst van Kamala Harris als vrouw nummer 2 die Donald Trump volgende week ingeslagen heeft, vertrok in Nederland een Marokkaanse staatssecretaris en leek het hele kabinet te vallen. Minister-president en part-time gladiator Dick Mayweather Schoof gaf een persconferentie nadat de oudste staatssecretaris het kabinet van racisme betichtte. Wat volgt is een transcript van deze persconferentie tussen Dickie Schoof en D66- of NOS-journalist Alou Houdi. Houdi, is er sprake van racisme in uw extreemrechtse fascistische coalitie? Schoof, in mijn geweldige vrijheidszonkabinet is geen sprake van racisme. Houdi, waarom staat het leger hier in de zaal met geweren gericht op, NS, op NOS, NRC, Volkskrant en Parool? Schoof. Dat is voor uw eigen veiligheid. Hoedie, waarom wordt Pitloos niet onder schot genomen? Schoof, omdat Pitloos wel eerlijk is en jullie zijn allemaal rioolratten. Oh ja, ik ben vanaf vandaag niet meer partijloos. Ik word lid van de conservatieve partij, want de Jens van Kaakkerk is zo'n geweldige gast. Hoedie. Twee <tie> <tie> gehoording, ik ben Jens van Kaakkerk en dit... Is de Jenskast. Let's get Brexit done and let's take this country forward. Een yeah. internationaal recht bestaat niet. Dat bestaat allemaal niet. Het is allemaal in jullie hoofd. Dat is niet echt. Don't be. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. My country Israel, the one and only Jewish state. All right, welkom terug bij de Jenskast, de podcast voor Conservatief Nederland, waar je je your wekelijkse dosis. Vermoedelijk wekelijkse dosis gezond verstand krijgt. Zie je het als een soort vitamine C, de vitamine conservatief. Alsjeblieft, schrijf me iets. Ik ben eenzaam. Geef je mening en we zullen je negeren. Laat een reactie achter. Geef je mening over de podcast of over pitloos. Of je het nou met me eens bent of je zit fout. Laat het weten. En als je reactie zo gruwelijk, racistisch, fascistisch, falangistisch. Alle mogelijke ismen. En go gooi je wat fobe in, gooi je wat, 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 wat fobie in. Uh, en absoluut moreel verwerpelijk is, dan lezen we hem natuurlijk voor, want dat is precies wie we zijn. Als je een reactie achterlaat, zullen we je huis om vier uur s'nachts binnendringen. en je vrouw en kinderen de stuip op het lijf jagen. en al je zilverwerk stelen. De reactie van de vorige aflevering komt van Banana Lair. Wanneer ben ik te gast? Ik heb zero credentials, maar ik snap alles, dus kom goed. Nou, op het moment dat je de spelling een beetje onder de knie krijgt, dan uh, word je natuurlijk verbannen van pitloos voor altijd. En het kabinet was natuurlijk bijna gevallen. Uh, na de jodenjacht in Amsterdam van twee weken terug, liepen de gemoederen in het land en in het kabinet heel hoog op. Eén staatssecretaris vond het allemaal maar niks en ik dacht van ja, ik gooi even een, een bom onder het hele kabinet. Na de jodenjacht in Amsterdam, de, de heuse pogrom van uh, Halalsema, um, ja... Was de sfeer niet te genieten in uh, uh, politiek Den Haag? Met uh, onder andere, dus het kabinet, die steeds meer vormen aan begon te, te nemen van een kabinet wat al lang niet meer bestaat. En dat zou jammer zijn. Als het kabinet niet meer zou bestaan, zou dat jammer zijn. Als we een, een, een rechtser, conservatiever kabinet voor terugkrijgen, zou het het waard zijn. Maar. op dit moment. Zijn wij bij Pitloos en ben ik ook uh, zeer tevreden over de huidige coalitie en over de huidige uh, kabinet en over premier Schoof. Um, het, het is niet makkelijk om een figuur als Mark Rutte op te volgen. Uh, los van of je het eens was met het Mark Rutte en iedereen die deze podcast volgt weet dat wij het bijna nooit eens zijn met Mark Rutte. Maar Mark Rutte was natuurlijk wel een figuur in de Nederlandse politiek. Hij heeft veertien jaar... De Nederlandse politiek gedomineerd. Daar hebben wij als Spitloos nog een hele explainer over gemaakt. Um, Mark Rutte van Dominantie naar Afscheid. Uh, kijk hem, want het is een hele goede explainer over wie Mark Rutte is, hoe zijn regering eruit zag. Um, en ja, een beetje voorbereidend op wat hij nu uh, bij de NAVO doet natuurlijk, want hij is secretaris-generaal van de NAVO. Maar de gemoederen die liepen hoog op in het kabinet. De, de minister van Financiën, Ilko Heijnen van de VVD. Die, uh, die zei dat antisemitisme niet als een puist met pus was, die je uh, zo uit kon knijpen en het probleem was weg. En uh, die, uh, die opmerking die schoot blijkbaar bij um, staatssecretaris voor Financiën, uh, Nora Ashabar. Um, ik hoop dat ik het goed uitspreek en anders uh, klim een boom in. Um, Nora Ashabar, uh, bij haar schoot het een verkeerde keelgat in. Want zij um, ja, vatten het op als een discriminerende opmerking. Uh, dat zijn uh, wat ik van de meeste bronnen gelezen heb. Um, en er zou zogenaamd racisme zijn in het kabinet. Nou ja, um, uh, ik, ik zie niet waar. Maar oké, okay, um, voordeel van de twijfel. Uh, maar blijkbaar was het voor NSC ook niet. ...voldoende om te zeggen wij gaan net zoals onze NSC-staatssecretaris... Uh, ...Ashabar, gaan wij opstappen. Um, en er was een ultieme lijnpoging gaande van onder andere Wilders... Uh, ...en zelfs van de NSC... Uh, uh, ...ja, wat, wat is het, plaatsvervangend fractievoorzitter... ...Nicolien van Vroonhoven. Alle partijleiders waren op het, uh, op het katshuis. Um, Dylan Jezilkes van de VVD was er, Geert Wilders was er... Uh, ...Nicolien van Vroonhoven was er en zelfs uh, Pieter Omtzigt... Uh, had te maken met het crisisoverleg, maar was niet zelf op het katshuis. Alleen het, het is wel tekenend, want elke crisis in dit kabinet komt door uh, NSC, praktisch gezien. Praktisch gezien. En het is niet de eerste keer dat NSC moeilijk doet. Um, dus dat deden ze ook al, al vaker, uh, al, al eerder. Uh, over bijvoorbeeld plannen van ministers of uitspraken van met name Geert Wilders. Maar bijvoorbeeld, als we gaan terugkijken in de algemene politieke beschouwingen. Uh, leek het of ze een koninklijk besluit, als het ging om een asielcrisis, dat ze dat steunden. Uh, en daarna probeerden ze alsnog een noodwet te voorkomen. waardoor een koninklijk besluit niet nodig was. En die noodwet die was al overeengekomen en goedgekeurd binnen het kabinet, maar ook binnen de coalitie. En in het hoofdlijnenakkoord was er al, ook al enige dingen over gezegd. En uiteindelijk is er dus heronderhandeld en heeft Wilders dus de noodwet ingetrokken uh, in ruil voor strengere maatregelen. Wat dat betreft heeft hij er het beste voor teruggekregen. Um, of tenminste heeft hij er echt wel wat beters voor teruggekregen dan dat de eerste planning was. Maar alsnog, uh, het feit dat uh, NSC de hele tijd eigenlijk de enige is die... Het het kabinet laat wankelen. En dat het Wilders is die het kabinet overeind houdt. Dat, dat is iets wat, als je me voor de verkiezingen had verteld. dat Wilders. Uh, de ultieme lijmer des vaderlands was, zeg maar. dan had ik je recht in je gezicht uitgelachen, denk ik. Ook al heb ik op de PVV uh, gestemd. En het interessante is bijvoorbeeld. Want eigenlijk wilde ik deze podcast. vorige week al doen. Want vorige week was er namelijk uh, nieuws. En daar heb ik zelfs een hele krant voor gekocht. Um, dat de btw-verhoging van tafel ging. En dat komt. Dat komt door Wilders en Jezilkus. Wilders en Jezilkus hebben onderhandeld. En ik ga het nou toch even behandelen. Want ja, het kabinet uh, blijft gewoon zitten. Dus. Um, dan kan ik het net zo goed behandelen. Ik zal gewoon dat ding er even uithalen. Hier. Wilders en Jezilkus redden belastingplan. Want wat was nou het probleem? Die B2-verhoging lag natuurlijk gevoelig. Uh, um, zowel in coalitie als in oppositie. En ik zal gewoon even voorlezen wat de Telegraaf hierover uh, 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 zegt. De dreiging dat het belastingplan zou sneuvelen was zo groot dat PVV-leider Geert Wilders en VVD-leider Dylan Jezielkus donderdagochtend in actie zijn gekomen om de financiële agenda van het kabinet te redden. Na een interventie van de partijleiders bij CDA-leider Henry Bontebal gaat de BTW-verhoging op sport, cultuur en media dit voorjaar alsnog van tafel. Dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen, komt volgens betrokkenen door de gebrekkige inspanning van de inmiddels vertrokken NSC-staatssecretaris van Financiën Volkert Itzinga. Ingewijden melden aan de Telegraaf dat het tot het laatste moment kantje boord is geweest of het belastingplan het uiteindelijk wel zou redden in de Eerste Kamer. Daar heeft de oppositie, die zich fel verzette tegen de btw-verhogingen, een meerderheid die dreigde tegen, de, tegen alle fiscale plannen van dit kabinet te stemmen. En vanuit CDA, ChristenUnie en SGP kwam een seintje richting de coalitie dat ook hun senaatfracties de poot st echt stijf wilden houden. Om te voorkomen dat daarmee een streep zou, zou gaan door alle koopkrachtverlichtingen, zijn Wilders en J.J. donderdagochtend om tafel gegaan met CDA-leider. Henry Bontebal om de zaak te redden. Met Bontebal, die ook namens ChristenUnie en SGP sprak. werd het akkoord gesloten. De BTW-verhogingen op sport, cultuur en media. worden in het voorjaar vervangen. door alternatieve lastenverhogingen. En dan met steun van de christelijke partijen. heeft de coalitie een meerderheid in de Senaat. om, de, om het belastingplan door te voeren. En er staat hier ook onder. Er zijn twee uh, dingen hierin die ik tekenend vindt en eigenlijk ook uh, ik vind het niet chockerend want ik had het eigenlijk al wel verwacht maar het, het, het is tekenend en ik begin onderaan daar staat gebrek aan politiek handwerk van opgestapte itzinga gebrek aan handwerk van de staatssecretaris van NSC die verantwoordelijk was voor het belastingplan die heeft namelijk nooit ook maar met een kamerlid gesproken al is het voor een normaal kopje koffie of een kopje thee, niks om persoonlijke relaties op te bouwen met Kamerleden. Nee, hij dacht gewoon, ik dien het belastingplan gewoon in en we zien wel waar het strandt. En dan heb je nog eentje, en dat, dat is de echt de tekenende uh, uh, opmerking. En dat is, coalitiekanon spreekt van geklungel NSC. En dat is natuurlijk niet nieuw. Dat is niet nieuw. Het is niet voor het eerst dat NSC klungelt. Ik lees nog een stukje voor van net iets verder. Overigens wekt niet alleen het gebrek aan optreden van Itzinga verbazing... ...dat geldt ook breder voor zijn partij NSC. Bij de onderhandelende partijen valt te horen dat interim -fractie fractieleider Nicolien van Vroonhoven... ...de christelijke partijen actief oppookte om voor de btw-verhoging te gaan liggen. Een plan waarvoor haar partij in de formatie zelf heeft getekend. Volgens een betrouwbare bron stelden ze binnen de coalitie voor om de hogere lasten op sportcultuur en media te schrappen... en in ruil daarvoor een hoge, het hoge btw-tarief van 21% in den brede met enkele tienden van een procent te verhogen. Later op de dag de NSC in een persbericht al victorie over het schrappen van de btw-verhogingen. Een deal die door PVV en VVD werd gesloten... en waar op dat moment in het belastingdebat nog de puntjes op de i voor werden gezet door minister Heijnen van de VVD... En de oppositiepartijen. Een coalitie kan onregisseerd het optreden dan ook als geklungel van NSC, waardoor ook het geld voor het NSC-speerpunt bestaanszekerheid in rook dreigde op te gaan. Ik citeer: Dat kon echt niet. We moesten wat doen. Wederom, Wilders, praktisch gezien, Wilders en Jezielkus dan, maar Wilders die het kabinet redt. Praktisch gezien. En dat is ook waar Nieuw Rechts um, een paar dagen geleden over berichten. Nieuw Rechts, en dit is dan in een, in een soort nieuwsbriefmail. Um, waarom Wilders als enige zijn taak wel serieus neemt? Hoe NSC het rechtse uh, kabinet torpedeert. Daar heb ik ook al een artikel over geschreven op uh, 11 oktober. Hoe NSC telkens het kabinet schoof ondermijnt. En dan heb ik het ook over de façade omzicht. Het feit dat omzicht nu tijdelijk misschien wat buiten werking is gesteld. Um, en dus van Vroonhoofd de koers uitzet. Het, het lijkt er nu sterk op dat de wat linksere kans, uh, de wat linksere kant van NSC. nu de overhand krijgt. En dat is op zich ook helemaal niet gek, want meerdere NSC-kamerleden. komen van GroenLinkshuizen. En omzicht was. Uh, binnen het CDA nog wel een beetje aan de. Conservatieve kant. Dus dat Omzicht dit kabinet ingestapt is, is wat dat betreft ook helemaal niet um, gek. En Omzicht was natuurlijk de nationale omzichtman. Het was Omzichts populaire, tenminste persoonlijke populariteit, die NSC tot 20 zetels heeft gedreven. Alleen als we gaan kijken nu in de peilingen: NSC houdt er drie of vier over. En dat komt volledig, volledig, door het geklungel van NSC, zowel in het kabinet dus door uh, staatssecretaris Itzinga... en ook um, de uh, uh, reddeloosheid van uh, nu voormalig staatssecretaris uh, Nora Ashabar. Maar het komt ook door het geklungel van de Tweede Kamerfractie, door het geklungel, het, het relatief geklungel van Pieter Omtzigt. Het geklungel van Pieter Omtzigt komt niet in de buurt van het geklungel van bijvoorbeeld de Nicolien van Vroonhoven, omdat omzicht tenminste nog wel een beetje wist waar hij mee bezig was. En dat kan je van Van Vroonhoven niet zeggen. Van Vroonhoven is een, 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 een vis in het diepe, een kat in het nauw. Ze weet niet wat ze doet, ze weet niet wat ze moet doen. En het enige wat haar weerhoudt vanuit het kabinet stappen is waarschijnlijk het feit dat dan haar partij met drie zetels overblijft, als ze geluk hebben. En het feit dat dat ze weerhoudt is eigenlijk goed voor Nederland. Het is goed dat dit kabinet blijft zitten. Het is goed dat Schoof verder mag met zijn taak. Hij zit er nog niet zo lang. Maar we moeten nu al resultaten gaan zien. Ik heb ook aan het begin van dit kabinet heb ik aangegeven dat op het moment dat dit kabinet dingen doet waar ik het absoluut niet mee eens ben, dat ik me uitspreek. Op het moment dat ze dingen doen waar ik het mee eens ben, juich ik. Op dit moment zijn er nog vrij weinig concrete resultaten geboekt. Praktisch geen. We hebben een begroting die wel redelijk uh, in orde is, we hebben een belastingplan, wat er dus nu wel door gaat komen. Misschien krijgen we dus nu een beetje fiscale verantwoordelijkheid na de jaren van de Kaagramp. Uh, ramp Alleen we moeten nu ook winst gaan boeken op bijvoorbeeld migratie. En volgens het akkoord wat met Wilders was gesloten een uh, paar weken terug, het compromis, zou bijvoorbeeld eind november grenscontroles ingevoerd worden. Van wat ik heb meegekregen, gaat dat nu verschuiven al naar medio december. Minister Faber heeft aangekondigd. Om irreguliere migratie en migrantensmokkel te bestrijden, gaat Nederland vanaf 9 december tijdelijk het toezicht, het toezicht van de, op de binnengrenzen herinvoeren. Daarmee, daarover heeft ze ook al de Europese Commissie, de Europese Raad, de lidstaten en het Europees Parlement geïnformeerd, zoals de Europese wetgeving, wetgeving voorschrijft. En het is niet. Uh, deze maatregel wordt genomen voor een, peri voor een uh, periode van zes maanden, met de mogelijkheid om hem daarna weer uh, te verlengen. Um, en het, het is niet trouwens de, de onkunde van dit kabinet die ervoor heeft gezorgd dat uh, deze maatregel pas later kan worden ingevoerd in plaats van eind november. Um, dat is namelijk omdat de Europese Commissie en de Europese Instituties moeten een maand van tevoren, voordat het wordt ingevoerd. Um, op de hoogte worden gesteld dat het wordt ingevoerd. Dus wat dat betreft kan je uh, minister Faber of het kabinet uh, op Wilders kun je daar niet op aanpakken. Want dat is gewoon wat de Europese wetge wetgeving voorschrijft. En ja daar, daar moeten ze zich ook aan houden, uh, helaas. Maar verder, als ik nog even terug ga op de uh, kabinetsval. Of de mogelijke kabinetsval. Volgens die staatssecretaris, volgens die, volgens die Ashabar is hij vooral opgestapt vanwege de rechtsstaatsverklaring. Tijdens, hè, tijdens de formatie, herinneren we ons misschien nog wel... gingen de formerende partijen, PVV, VVD, BBB op dringend verzoek van Pieter Omtzigt en NRC... akkoord met de rechtsstaatsverklaring. Daarin hebben, we, daarin hebben ze afgesproken dat het formere kabinet... zich binnen de grenzen van de rechtsstaat zou bewegen... de rechtelijke uitspraken zou worden gerespecteerd... en dat er afspraken worden gemaakt over omgangsvormen uh, onderling. En volgens de uh, nu oud-staatssecretaris... Is vooral dat laatste punt doorslaggevend geweest. Want volgens haar zijn er niet, is er niet goed aan die omgangsvormen gehouden. in de ministerraad na de pogrom in Amsterdam. En premier Schoof, die kwam ook in de persconferentie. Er is vertrouwen om door te gaan. En ik hoop dat dat vertrouwen er nog lang is. Want dat vertrouwen is nodig. om dit kabinet slagvaardig te houden. Dat vertrouwen is nodig om ervoor te zorgen dat dit kabinet. nou eindelijk eens wat winst kan boeken. ...voor de kiezers die dit kabinet hebben geïnstalleerd. En als dat niet meer mogelijk is, dan moeten we naar de stembus. Clear as day. Zo so simpel is het. Goed, dan gaan we nou nog even naar Amerika. Ik uh, wil even een, een soort compilatie kijken van... Um, ...linkse mensen die echt volledig... ...maar dan ook echt volledig... Uh, ...al hun koel cool verliezen... Maar voordat ik jullie laat kijken naar de linkse meltdown, die ik al eerder vorige week heb opgenomen. Dus ik zie er een stuk slechter uit in uh, die opname. Uh, wil ik even gaan kijken naar hoe de balans in uh, de Amerikaanse uh, presidentsverkiezingen in de Senaat en in het Huis. Uh, hoe dat het er nou mee zit. Als we gaan kijken naar de uh, presidentsverkiezingen. Dan ziet het er ongeveer zo uit. Uh, dit wisten we natuurlijk grotendeels al. Want Trump heeft al uh, bijna, bijna twee weken gewonnen. Bijna, het is nu bijna twee weken geleden dat Trump heeft gewonnen... en hij heeft alle swingstates heeft hij gewonnen. En allemaal zo te zien... Nee, niet allemaal in meerderheid. Uh, Wisconsin en Michigan niet in meerderheid. Uh, Nevada in een nipte meerderheid. Arizona in een redelijke meerderheid. Georgia in een nipte meerderheid. North Carolina een redelijke meerderheid. En Pennsylvania in een nipte meerderheid. Maar wat interessant is, is om te zien dat... In uh, Californië bijvoorbeeld heeft Trump het veel beter gedaan dan de vorige keer. Hij is daar volgens mij acht punten op vooruit gegaan. In New York is hij er verdomme elf punten op vooruit gegaan. En dat is iets wat uh, uh, zeer uh, uh, zeldzaam is voor een republikein. Om in die, die streken uh, erop vooruit te gaan. En als we hier gaan kijken in de popular vote. Donald Trump loopt ongeveer drie miljoen stemmen voor. Op Kamala Harris. En... Dat is echt een monsterzegen voor een Republikein. Want de laatste Republikein die de popular vote heeft gewonnen was George W. Bush in uh, 2004. En als we dan gaan kijken in de uh, Senaat. In de Senaat werken ze met 53 Republikeinen en 47 Democraten. En je zou misschien denken, waarom is Arizona blauw? Uh, Arizona is blauw omdat ze daar de domme fout hebben gemaakt om Kerry Lake, de gefaalde uh, gouverneurskandidaat van 2022, te nomineren voor Senaat. Ja. Play stupid games, win stupid prizes. Dat is uh, wat het is. Daarom is het ook zo dat... Uh, Carrie Lake, de Republikein in de Senaat... dus met ongeveer... Nou, 2,4% heeft verloren. En Donald Trump... daar met een procent of 5 heeft gewonnen. Verder... Florida, Rick Scott... Uh, een grote herverkiezing... Ted Cruz... Redelijk grote herverkiezing, zeker als je de peilingen uh, hebt gevolgd. Als we dan gaan kijken naar het huis. Republikeinen hebben de meerderheid 220 tegen 213. Er zijn nog twee zetels die moeten worden verklaard. Dat is uh, California nummer 13. En dat is uh, even kijken, California nummer 45. Nummer 45 is heel close. Daar kan nog iets in wijzigen. Elke stem kan bij wijze van de, de hele balans uh, verschuiven. Uh, de zittende um, uh, congreslid Michelle Steele. Die staat daar nu op een nipte achterstand. Um, maar die, die kan nog uh, winnen. Het zit, het zit wel in Deep Blue Los Angeles natuurlijk. Dus hoe ze daar in de eerste instantie heeft gewonnen is ook al interessant. En dan heb je in uh, nummer 13 heb je John Duarte. Of Duarte, de zittende, uh, het zittende lid van het congres. Um, met nog ongeveer 14% te tellen, kan dit ook beide kanten opgaan. Maar hij staat er op dit moment redelijk voor. Dus in ieder geval hebben ze de meerderheid, maar het, het kan dus nog 221 of 222 worden. Um, maar het kan ook zo blijven en dat de Democraten op 215 staan. Maar in ieder geval, Mike Johnson uh, heeft de meerderheid in zijn... Um, in, in het huis uh, behoudt hij. En wat dat betreft... Um, is dat ook weer goed? En dan gaan we nu even kijken naar de mooie liberale tranen. Of de linkse tranen. Wil jij nou de linkse tranen um, in een mok opvangen? Wij hebben een hele mooie mok. Uh, die, die verkopen wij. Wij verkopen een mooie linkse tranen mok. Wil jij nou een linkse tranen mok? Koop hem dan nu in de uh, pitloos webshop. Um, we hebben ook nog wat andere producten. We hebben bijvoorbeeld een linkse tranen-t-shirt. We hebben een linkse tranen-mok, natuurlijk, een drinkfles. We hebben een linkse tranen-kussen, zodat je linkse vrienden daar allemaal in kunnen huilen. Um, we hebben ook een, uh, een vrouwen-t-shirt, want wij maken nog wel onderscheid tussen man en vrouw. En we hebben een linkse tranen-sticker die je op verschillende plekken kan plakken. Wil je dat nou hebben? Ga dan naar de uh, link in onze uh, uh, beschrijving. Ga dan naar de link in de beschrijving. Koop een, tranenmok, koop een linkse tranen mok. Koop een linkse tranen t-shirt. Koop een linkse tranen bankkussen. Zodat je linkse vrienden daar zo keihard in kunnen huilen. En dat je daarna de linkse tranen kan opvangen in een mok. Dames en heren. Kijkt u met mij mee. Naar de linkse tranenfabriek. All I can say is how fucking dare you. If you voted for that man. If you voted for... anybody other than Kamala and you live and you live in one of the states that it was you know close or if you didn't vote fuck you happen <laughs> Go, Go. to the Senate. <laughs> I chose family I chose women I chose America I love you. How the fuck is this still happening? All I've ever known politically is hatred. I'm done. <laughs> I'm done. I'm done. I'm done. I'm done with you. I'm done with you and your mother and your sister. I'm just done with all of this. <laughs> <blown me> <laughs> guy does end up winning again all of the people who voted for him will be like happy and they'll just be celebrating and everyone else everyone who feels threatened by him is fucking scared like we're we're scared for our lives we're scared for our friends how dare you put this man into office for another four years knowing damn well what it means for our country what it means for us as a people to know that there is that much ignorance and that much hate <laughs> in this country, it's so terrifying. It's so terrifying. How the fuck are we back in this same situation again? Who the fuck is voting for him? Genuinely. Fuck you. I don't want to hear about how <laughs> shitty your life gets under his policies. <laughs> Live with that decision. Sit with it. Let it make you uncomfortable. Fuck you. Oh, wat hou ik van de liberal meltdowns. Dit is echt een perfect moment om een linkse tranenmok te halen bij de Pitloze uh, uh, Store. Dus uh, link in beschrijving naar de linkse traantjes. Oh, ze zullen rijkelijk vloeien. ...rijkelijk vloeien. Want het was niet alleen een overwinning. Het was een landslide... ...bij Modern Proportions. Een landslide. En het mooie is... ...het, echt, het, 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 het zo prachtig is dat... ...alle liberals... ...weer helemaal... Ze, ze, ...ze gaan weer helemaal... ...van de kaart. Ze gaan echt helemaal van de kaart. Het is echt ongelooflijk. Oh oh oh. Oké, okay, wat we nu gaan krijgen is lefty media. Uh, lefty media pundits spiral into meltdown as Trump romps to victory. Let's enjoy! I can't believe Trump's actually gonna win this fing day! Oh Jesus Christ! I'm so! <laughs> when Donald Trump talked about the eating cats and dogs, half of America was just thinking, this is bad. I can't believe what he's saying. This is going to be the end Stop of him. I'm swearing. I'm See, telling I'm them. So that. Sorry. I'm, so sorry. Right. I'm so sorry. Right. I'm, right. so I'm, I'm so sorry. So sorry. I've <laughs> had to tell them off for swearing, I, I, I and then you know. do it. And I will. I, I mean, I'll tell Emily the off later, but because I know she started swearing. But um, wow. it may be the middle of the night in, in Britain, but they're, they're, they're still a little bit sensitive about that stuff. So you asked. Are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So we can show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming in 2020. Holy smokes. There you go. Uh, so let this <laughs> go away and see if there's anything in the east side there. Uh, literally nothing? <laughs> literally nothing. Literally not one county? America is crying tonight. I'm not sure how much of America, but a very, very significant portion. And I mean literally crying. If historians in the future are allowed to write books, and by the way, that question is open this morning. 70 million plus that will be voting for a man who said he was going to assassinate for treason. The chairman of the Joint Chiefs, who's going to execute Liz Cheney with a firing squad. It's allemaal niet waar. <laughs> it's allemaal niet waar. It was een argument, en ik vind het zelf geen overtuigend argument. But it was een argument uh, dat we over Liz Cheney op zijn minst. Um, Dat was gewoon een argument. Zover, hey, um, je houdt ervan om mensen naar oorlogen te sturen. D dat, dat zal anders zijn op het moment dat je um, zelf um, in die oorlog moet meevechten, bij wijze van. D dat was de hele, hele. Um, dat was het hele argument. Het is dan misschien niet op een goede manier verteld. Oké, okay, eens. Maar dat is wel. What it was. We have er nog so again, I am profoundly disturbed that the Fourteenth Amendment of the Constitution did not prevent someone who participated in an insurrection from becoming President of the United States. I think that going forward, the convicted felon box on employment applications better be taken off because if you can be the President of the United States, then you should then you should not. Be prevented from employment in this country because I remember applying for my jobs as a federal prosecutor and there was a box for convicted felons. We're all going to have to wake up tomorrow morning and work like hell to move the world to the place that we prefer it to be. And I just want to point out, just as a matter of perspective, that the lessons that our pundits take away from these results that they will pronounce with certainty will be wrong and and we have to remember that i could i literally could go on all day and yet you talk to trump voters and they'll go he didn't say that wait now i didn't hear him and then you say well here's the quote and then they'll go yeah he didn't mean that i didn't expect it to be this resounding and I think there are some lessons from it. I think we forget about rural America. I think the working class feels left behind. They feel like the powerful, the elite only care about them and their power. And he spoke to them. We may not have liked his words, but they turned out for him. It's not the elite that's gonna pay the price. It's people who woke up this morning with a dream and are going to bed with with, with a nightmare. <laughs> and those people didn't deserve to be respected and held and talked to those are the people who are going to pay the price for whatever donald trump decides to do i'm mystified in some ways well, who are we as a country and we're, we're starting to find out i think this is a big huge huge part of the story that it's hard to even digest fully at this moment but you have elon musk who owns twitter x whatever we're calling it these days x who is a disinformation propagandist and now has a direct could potentially have a direct line to the Oval Office. These Democratic leaders are simpletons. They're servants of the donor class. So they go in there, they're like, oh, donor, give me money, please. And I hear I made an ad. I'm Kamala Harris. I'm full of joy. <laughs> okay, well, well, what did I get you? And they say, oh, Jake, you're too angry. Too angry? What? You think. <laughs> <laughs> oh, uh, uh I'll this. Zo, zo, zo prachtig. Want ik, kan gewoon, ik kan gewoon dagen kijken naar, naar dat soort linkse mensen die gewoon nu vol tranen moeten zeggen: President-elect Donald Trump. Donald Trump wordt gewoon de 47ste president van de Verenigde Staten. En dat wisten we twee dagen geleden, of gisteren of gisteren, wisten we dat al. Maar nu, het is zo prachtig, het is zo prachtig. Haal je linkse tranen mokken, want ze zullen rijkelijk gevuld worden. Rijkelijk. De legacy media, de, ik noem het niet eens de mainstream media meer, het was de legacy media. De legacy media, de oude media, heeft verloren. Permanent. Aan de podcast klassen, aan de Joe Rogan klassen, de Daily Wire klassen. Permanent. Het, het is nu wel te zien dat de oude media, in ieder geval in Amerika, echt niet meer narratief bepaalt. En dat is zo mooi om te zien. Het is zo mooi om te kunnen concluderen dat onze kant... En dan heb ik het even over de, de nieuwe media, de, de, de online media. Dat we wat dat betreft heel goed ons werk doen. En pitloos misschien nog niet uh, zo groot, maar het kan wel een voorbode zijn voor wat platformen zoals de onze kunnen gaan doen. Het is zo prachtig. En wij gaan nog even nagenieten van de winst. Your 45th and 47th president of the United States, Donald John Trump. Ja, dames en heren, dank u wel voor het kijken. Uh, ik hoop dat je hebt genoten van deze Jenscast. Laat een reactie achter. Um, doe een duimpje omhoog. Laat een vijf sterren uh, uh, review achter waar je je podcast krijgt. Want dat helpt ons en dan hoeven we niet zomaar naar je huis te komen, vier uur s'nachts. Dan hebben we er in ieder geval een reden voor. Ik zou dus zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hebt genoten van deze Jenscast. En tot de volgende keer. Ik ben Jens van Kaakkerken En dit was de Jenscast. We're going win so much. We're going win at every level. We're gonna win economically, we're gonna win with the economy, we're gonna win with military, we're gonna win with healthcare and for our veterans, we're gonna win with every single facet. Zip -dee -doo Zip -dee my oh my, what a wonderful day. We're gonna win so much, you may even get tired of winning. Yay! You'll say, please, please. It's too much winning. We can't take it anymore. I feel pretty. Oh, so pretty. I feel pretty and witty and gay. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more.